Wat ben je hier aan het doen? Wij zijn hier een 3D-tekening aan het maken. 3D is nog lastig, maar we zijn druk bezig. Ik zie dat je de Lange Jaap hebt. Ja, dat klopt. Het toonbeeld van Den Helder. Ontworpen door? Mijn dochter, Sophie. Ja, die kwam met het idee. Hey, wat een prachtige tekening. Ja, dank je. Ja, en heb je het helemaal zelf ontworpen? Ja. Ja, en ingekleurd en wel, hè? Mhm. En heb je de lettertjes er ook bij gezet? Nee, dat heeft mama gedaan. Ja, dat dacht ik al, want die kan heel mooi schrijven. Ja. Heel mooi. Goedemiddag. Wat is hier aan de hand? Wij hebben aansluitend bij onze 3D-kunstenaars hebben bedacht om 3D-kunst door kinderen te laten maken. En het is een heel groot succes. Ja. Er zijn meer dan 70 deelnemers. Dat is zeker. En zit daar ook nog iets leuks aan? Er zijn fantastische tekeningen gemaakt. De jongste is 2, daar staan we trouwens bij een prachtige tekening. En de oudste is 15. Maar er zijn zulke bijzondere dingen bij. Ik zou wel een schilderij willen hebben van sommige tekeningen. Zo mooi vind ik ze. Het idee komt uit de evenementenclub van de Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad. Maar het ziet er zo veelbelovend uit dat er zoveel creatieve kinderen zijn. En zulke mooie dingen kunnen maken. En we doen heel veel leuke dingen voor de bezoekers van onze stad, voor de toeristen. Maar ook voor de winkeliers zelf. Het is heel fijn om in een stad te werken waarin het gewoon bruist. En dat doet Den Helder. Dankjewel. Miranda. Miranda, hoe kom je op het idee? Bedacht gewoon zelf. Bedacht gewoon. Ik heb het via YouTube heb ik het gedaan via mijn moeder. En ik teken heel veel thuis. En mijn moeder heeft een soort van dingetjes bij verteld hoe ik het moet doen en dat soort dingen. Dus dat heb ik allemaal zelf gemaakt en bedacht. Gewoon heel veel ideeën in mijn hoofd. Ken ik een grote kinderen? Ja. Nou ja, we zijn even goed nog jong. Het is hoe oud je je voelt, hè? Maar gewoon lekker meedoen? Ja, ja tuurlijk. Het is voor iedereen, toch? Het was voor de kids, maar ja, de kleine dat was de chef en wij moesten uitvoeren. Dat is een goede verdeling. Zeker weten.